Wat ik wel eens heb meegemaakt is dat wij een hele belangrijke zending voor Brazilië hadden, waar medicijnen in zaten voor een patiënt. En 's ochtends toen ik binnenkwam en de zendingen bekeek, bleek dat de zending enorm vertraagd was. En omdat je dat 's ochtends al ziet, weet je gewoon, oké, deze zending moet zo snel mogelijk doorgestuurd worden, want er liggen patiënten op te wachten. Dus wat we dan gaan doen is we schakelen met veel verschillende afdelingen. We stellen de accountmanager hiervan op de hoogte. En uiteraard informeren wij de klant ook hierover. Je bent op de Key Account Desk verantwoordelijk voor je eigen klantportfolio van gemiddeld 7 klanten. En het is enorm belangrijk dat je proactief de zendingen van je eigen klanten monitort. Dus ja, je zit er gewoon bovenop en je wil ook gewoon voor de klant dat die zending gewoon goed aankomt en op tijd. Het geeft zeker druk, maar aan de andere kant ook enorme uitdaging. Nou, omdat je dus ook veel om adviezen vraagt en om hulp vraagt, heb je ook wel het gevoel dat je het samen hebt gedaan met je team. Als het probleem uiteindelijk is opgelost en de klant goed is geïnformeerd, nou, dan vieren we dat uiteraard, dan zijn we ontzettend blij. Maar goed, het werk gaat gewoon weer door. Goedemorgen DHL Express, u spreekt met Nathalie, wat kan ik voor u doen?